gaat erom, jongens en meisjes, dat wat dominee de Vries vorige week zei, dat aan je gezien kan worden of je een christen, waar christen bent of niet. En een waar christen, als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan weet je dat je van genade leeft. Genade. Je hebt het niet verdiend en toch gekregen. En dat moeten we nou elke keer leren. En daar buigt de Heer ook het natuurlijk leven voor. Dat we leren ons leven met het opgroeien. Dat het niet altijd moet zijn dat je iets moet hebben. Jan, Marie, ga je moeder helpen met de vaat. Ja, pa, wat levert het op? Nou, ik kan me voorstellen, althans zal bij mij zo zijn, dat mijn handen jeuken hoor. Dan denk ik, wat is dit? Je moeder staat altijd voor je klaar. Het is je plicht om je moeder te helpen. En er zit geen beloning aan vast, klaar uit. Maar als je nou ergens gaat werken, in een supermarkt, een afspraak gemaakt, zoveel krijg je per uur en aan het eind van de dag of aan het eind van de week, dan mag je erom vragen. Hoeveel heb ik verdiend? Dat is afgesproken, dat is loon. Dat is loon. En nu is het dat vanmiddag de Heer ons leert dat het één loon is waar we recht op hebben. En als het nou gaat om een nieuw hartje, als het gaat om de zaligheid, dat we er geen recht op loon hebben, maar dat de Heer wel kan belonen. Dan ga je toch iets krijgen. Maar je hebt gereden, bijvoorbeeld, neem me weer, je gaat mama helpen met de vaat. Het was nog een grote vaat, was visite geweest of wat dan ook. En daarna die tijd, dan zegt papa tegen je hier, en dan heb je een euro of wat kost een ijsje, ga me een ijsje kopen. Dat is beloning. Dat is geen loon, want dat was gewoon je plicht. Maar dat is beloning, dat krijg je dan. En dat is wat de Heer ons nou gaat leren. Dat als we zalig worden, dat we nou doen wat de Heer van ons vraagt. Dat dat geen loon is. Dan zeg ik, ik heb de zaligheid verdiend. Ik heb er toch voor gewerkt. Ik ben er naar de kerk gegaan. Ik ga naar de catechisatie. Dus dan krijg ik loon. Nee, nee. Maar dat de Heer laat zien dat het beloon is. Genade, dat is wat de catechisme zegt. En daar staan we dan bij stil. Dan moet je verder maar goed luisteren, want dat leert de Heer ons. Dat we nou dingen moeten doen, niet om het af te voor krijgen, maar omdat we de Heer zijn gaan lief krijgen. Omdat Hij mijn hart gewerkt heeft. Zou je daarom bidden, dat hart, dat de Heer mag lief hebben, omdat Hij naar jou in het bijzonder, naar kinderen, dan wilt omzien.